Zojuist klonk er ook nog het mooie Keienbijterslied hier bij een kunstwerk. Peter Adriaans is voorzitter van de Keienbijters. Wat is het eigenlijk voor een kunstwerk? Nou, het is eigenlijk meer een plaquette, hè? Een soort kaart die de mensen hier wegwijs maakt. We staan hier aan de ingang van het Keienbijtersbos. In een cirkel staan hier 22 verschillende soorten eikenbomen geplant. Het zijn er een aantal meer. Bij het 33-jarig bestaan van de Keienbijters, 29 jaar geleden, zijn we begonnen met het aanplanten van allemaal verschillende eikenbomen. En na zoveel tijd is iedereen een beetje het spoor bijst van welke boom is nou van wie, welke soort eikenbomen staan hier. En over die soorten, daar hebben we nu dus een wegwijsplaquette aan gewijd. Want we weten ondertussen niet meer precies welke boom van welke briek is. Maar die eikeltjes die zijn eigenlijk al een tijdje, heel wat jaartjes geleden geplant? Ja, dus we planten elk jaar één nieuwe eik. Maar bij het 33-jarig jubileum hebben we alle Helmonders eikels bezorgd. En mogelijk zijn er mensen die ze destijds ook in de grond hebben gestopt, maar dan zijn ze overal in Helmond, wel of niet, ontsproten. Dat weten wij natuurlijk niet. Deze die planten wij zelf en dat is een traditie die we ook blijven voortzetten. Dus we hebben nu Briek de 50ste en ook hij krijgt na carnaval zijn eik. Dit mooi werkje wat hier nou staat, wordt er dan jaarlijks een beetje onthuld of hoe zit dat? Nee, dit is nu nieuw. We hadden eerst bij elke eikenboom hadden we een paaltje met een klein koperen plaatje erop van welke briek dat die boom was. Maar er zijn ook wandelaars met andere bedoelingen, hebben we gemerkt. Dus die plaquetjes die verdwenen steeds. En we hebben nu gekozen voor één centraal ding waarvan wij hopen dat mensen het respecteren. En het ook interessant vinden om te kijken waar welke soort eik staat. Daar staat dit tegenover, een prachtige grote kei die eigenlijk ook niet voor niks hier is geplant. Nee, die is hier in 2014 neergezet omdat destijds tijdens carnaval een van onze bestuursleden plotseling overleed. En dit was ook zijn geliefde plek, dus het was het mooiste om een kei ter nagedachtenis aan hem, Huub Lambert, hier in dit bos te plaatsen. En die staat er natuurlijk nog steeds. Zo kunnen we zien dat de keienbijters aan de toekomst werken? Zeker. Ja, die bomen die zullen mogelijk langer meegaan dan dat ik voorzitter ben in ieder geval. Maar wij werken zeker aan de toekomst en in dit geval ook aan een groene toekomst.